Hallo allemaal, welkom in een nieuwe video. Nou, je ziet, Larissa en ik hebben onze jas aan, want we gaan echt de deur uit. Maar we dachten, het is wel handig als we nog even een kleine intro doen van wat we gaan doen vandaag. Je hebt het al kunnen lezen in de titel, maar we gaan straks naar een disco drive-thru. Waar je dus hamburgers kan halen van meneer Smakers. Nou, jullie hebben al onze drive-thru video gezien in april van een aardbeien drive-thru. En nou ja, nu zijn we dus weer in tweede lockdown. En deze keer gaan we hamburgers halen. Gaan we dus nu hamburgers halen. Het is niet het nieuwe drive-thru. Hij was er al wel. Maar het schijnt wel dat ze nu iets meer crazy hebben gemaakt met disco-stijl. Dus we hebben vet honger. Dus we gaan gewoon. Nou, we zitten in de auto en we gaan dus onderweg naar Brodders. En dat zit dus in Bunnik. Dat is een uitgaansgelegenheid waar wij vroeger wel eens zijn geweest. En nu is het dus omgetoverd tot een disco burger drive-thru. Dus dat vind ik wel weer een hele leuke innovatieve manier van de uitgaansclubs om wat anders aan te bieden. En dat is vanuit Utrecht ook maar een heel kort stukje. Dus dat is ook wel heel erg fijn. Alright, we zijn aangekomen bij Brodders. En we zien hier wat auto's wachten. We zien een bordje met welkom. En we proberen onze weg te vinden naar de ingang. Wel gezegd dat we niet de enige zijn, hè? Ja, precies. Het is wel echt Friday night. Woep woep. Nou, we zitten ondertussen even het menu te bekijken. Ik weet het al meteen, ik neem Tante Tamara. Dat is een burger met truffelmayo namelijk. Dat vind ik heel lekker. Klinkt heel lekker, dus die ga ik misschien nemen. Of ik neem de meneer Smakers. Dat is een beetje een soort van klassieke burger. De classic. Dat lijkt me ook wel heel lekker. Sowieso frietjes erbij, drankje erbij. En ja, kom maar door. Oké, Larissa zit nu te zeggen dat ze het echt super leuk vindt dat we in de rij staan. Ja, het is een van de weinige keren misschien dat ik dit zou zeggen. Maar ik vind het gewoon leuk om te zien dat de mensen voor ons staan. En ik zie nu allemaal mensen achter ons komen. En het geeft gewoon een beetje een soort van voorpret. En ik denk dat we dat en nee, je zei dat geeft een beetje de club experience. Ja. Terwijl, ja, ik vond rijden altijd juist heel erg vervelend. En de club experience ervaar ik meer in de club. Ja. Maar ik snap wel wat je bedoelt inderdaad. Dus misschien kan ik ook wel vast inzoomen hoe het er daar verderop uitziet. Waar je zo naar binnen gaat. Kijk, daar gaan we naar binnen. Bij die lampjes daar. Dus we filmen straks wel als we binnen zijn. Er staat zelfs een bouncer. Is die wel gesmolten? Nee. Oh. Ik kan de kaas nog afhalen. Ja, doe maar. Mag ik hem ook doorbakken hebben, de hamburger? Ja. Tante Tamara, alsjeblieft. Ja. Doorbakken burger. Ja. Frietjes erbij. Ja, twee keer de frietjes. Ja. Een iced tea green. Ja, en een iced tea sparkling. Alsjeblieft, mag je doorrijden? Eet smakelijk. Dankjewel. Is de kaas gesmolten? Nope. Mag ik hem vervangen? Parmezaanse kaas? Nee. Nope. Oké. Wow, party time. Ja, ik weet niet hoe we het gaan doen met audio straks. Dat meen je niet. Straks kreeg ik een ongeluk in die burger. Maar kijk hoe leuk dit eruit ziet. Je hoort dus partymuziek. We moeten misschien straks de audio wegdraaien. In verband met rechten en zo. Maar ja, dit is toch wel heel feestelijk zo. Zakken. En Larissa probeert ons nu veilig naar buiten te krijgen. Oh, en ik heb er zo'n zin in. Het ruikt echt ontzettend lekker in deze auto. En we gaan nu even kijken. Ik denk dat we gewoon even ergens kunnen parkeren. Ja, daar zo. Om wat op te eten. Dus ik vond het wel heel erg leuk, toch? Ja, zeker. Was wel even een, ik had wel even een momentje dat ik dacht, als dit onze party experience is in 2020, is dat wel een beetje sad. Maar het was wel echt oprecht leuk. Oké, we willen de buit eventjes laten zien natuurlijk. We hebben frietjes met mayo. En dan hebben we hier een burger. Dit is degene met truffel mayo. Oh ja, dit was de... Wat heb je nou genomen eigenlijk? Meneer Smakers, ja, volgens mij. Ja, ik weet niet wat is. Het was ook best wel snel klaar. Dus dat was best wel chill. Maar zie ik hem ook misschien wel jammer. Omdat het
wel gewoon een grappige experience is om daar te zijn. En Laris heeft ook frietjes en dan hebben we hier ook nog wat drinken. Dus we staan nu heel eventjes op de parkeerplaats te kijken naar mensen die komen. En dan gaan we het lekker opeten. Nou, ik heb dit wel eens gezien. Ik weet niet of het echt een hack is. Maar dan doe je dus je frietjes hierin en je mayo. En dan heb je gewoon alles lekker bij elkaar. Hartstikke handig en compact. Zo, compact. Wat wilde ik zeggen, joh? Gaat het? Ik heb honger. Ja, je hoort het, hè? Ja, je hoort het echt. We kunnen niet meer praten. Ik probeer de camera ook even neer te zetten. Larissa heeft uiteindelijk toch kaas, maar komt helemaal goed. Nee, volgens mij is het echt één snipper, hoor. Oh, het was één. Oké. Er is volgens mij iets aan de hand met de auto van de buren. Ja, dus volgens mij, dat herinnert mij eraan dat we even het lichtje uit moeten doen voordat anders onze accu ook uitgaat. Oké, we gaan even eten en dan doen we deze uit. Bye! Nou, lekker gegeten. Ik moet zeggen, ik heb nog niet eens alles op, dus dat ga ik lekker bewaren voor vanavond. Ik zag je echt kijken, wat de fuck ben je aan het zeggen? Hebben we lekker gegeten? Nee, we zaten het net, we hadden het er net over van dat het eigenlijk wel heel chill is dat je buiten de deur kan eten. Het is toch wel fijn dat je dan, ook al zitten we nu in onze auto te eten. Het is toch even, ja, gewoon even anders. De deur uit. Even die huiskamer uit. Even wat anders. Het voelde ook echt eventjes als een uitje. En ik merk gewoon dat ik daar ook echt wel behoefte aan had. Ja, dat mis ik toch wel. Dus mocht je je een keer vervelen, je hebt zin in een burger, dan kan je dit zeker even checken. Je weet nu een beetje wat je kan verwachten. Ja, heel erg bedankt voor het kijken weer naar deze video. Laat ons inderdaad even weten wat je ervan vond. Of je ook wel eens dit soort dingen hebt gedaan. Want volgens mij door het hele land door heb je dit soort leuke drive-ins en toestanden. Dus laat ons even weten. Duimpje omhoog, of course. Yes. En tot in de volgende video. Bye! Doei.